en reis met ons mee met de meest beroemde trein uit de geschiedenis van de spoorwegen, de Orient Express. Is het van de t-shirt? Ja, oh wacht even, ik heb een wissel. Moment, ja. Hallo, mam. Nee, ik ben op het werk. Ja, nee, ik kan al. Nee, ja. Elke dag, ik weet het. Ook nog. Dus ja, mag mijn moeder hangen? Ik ben niet. Ja, ik ook voor jou. Dag, maandag. Ben ik weer. Een feestelijke opening. Now we're talking. Ja, ja. Het prinsesje is nu moeten komen. Amalia, ja zeker, ja. Ja. Nee, nee, de testresultaten mogen absoluut het internet nog niet op. Zolang het niet terug in de tijd. Niet mogen worden opgestuurd. Geen pers. Ik moet hangen. Dames en heren, jongens en meisjes, ik ben Hut. Hut. H-U-T-T. Hoofd, uitvinding, trein, technologie, alles wat er over treinen te weten valt, uit te vinden valt en te verbeteren valt zit. Ik had zojuist even een spoedoverleg voor mijn eigen projectje. Mijn pièce de résistance, zoals ze dat zo leuk in Frankrijk zeggen, ja. De sleutelsprinter. Ooit vertraging gehad door blaadjes op de rails. De sleutelsprinter. Ja, zoals ik al zei, blaadjes op de rails. Aangekoekte kauwgom. Hagelstenen! Dwarsliggers! Dank u wel, mevrouw! Hang jongeren! Nou, precies, ja. Onthoud die naam, dames en heren, de slurpsprinter. Ik moet wel even eerlijk met jullie zijn, want wij zitten momenteel nog in een testfase. Ja. Dus wij raden ieder dan ook wel aan om geen bagage, geen huisdieren of kinderen op het perron te laten, zolang we bezig zijn met testen, want anders... Precies, ja. Dat klinkt als het Minecraft-drinkje. Tada! Welkom allemaal in het Stoomtheater! Ik heb de eer om het volgende verhaal aan jullie te mogen aankondigen. Het verhaal wat zich afspeelt in de grootste uitvinding op het spoor. De... Orient Express, maar dankjewel. Ja, en die is uitgevonden, dames en heren, door de heer George Nagelmakers. En zijn portret hangt daar. Ja, niet iedereen kan hem zien vanuit de positie waar hij zich momenteel bevindt, maar... U kunt na de voorstelling ook gewoon even kijken, hè. En die trein, dames en heren, die ging van Parijs naar Istanbul, Constantinopel in 3 dagen tijd. En dat was ongekend snel, want daarvoor deed men er 3 weken over. Ja, het was een hotel op wielen, hè. Oh, je kreeg er het meest luxe eten, het meest luxe drinken, ja. En dat was dan weer bedacht door de heer Thomas Cook. En hij hangt daar. Zijn portret gewoon. Ja. Oh, het lijkt me in ieder geval tijd, dames en heren, om deze 2 heren te eren. Dus, ik tel tot 3 en dan zeggen we allemaal... Dankjewel, Thomas. Dankjewel, George. 1, 2, 3. Dankjewel, Thomas. Dankjewel, George, voor het verhaal dat ik aan deze mensen mag vertellen. Voor het verhaal wie mij gemaakt heeft tot wie ik ben. Hut. Hut. Let op. Een grootse uitvinding hoeft niet groot te zijn. Voordat wij
in de tijd, heb ik eerst iemand nodig die een hele goede machinist kan zijn die voor vingers in de lucht. Oh, jij was wel heel snel daarvoor aan. Denk je dat je het wel aan kan? Denk je dat je het wel aan kan? Ja! Kom dan maar. Dan mag je even via die kant trappetje omhoog. Mag je helemaal langs me heen lopen. Die kant op is daar een prachtige stoel voor jou. En dan wil ik een hele belangrijke vraag aan mezelf stellen. Hoe heet jij? Applaus voor machinist Mark! Wij gaan terug naar de 18e eeuw, dames en heren. 19e eeuw, sorry. We gaan terug naar de 19e eeuw. Maak kennis met grootse uitvinder en mijn overgrootmoeder, Dominique du Trombone. Wat nog ooit gevonden moet worden.
uitvindertje. Maar wat voor mij? Uitvinder. Hier heb ik voor jou een ticket voor de Orient Express. Aangekomen in Constantinopel presenteer jij jou uitvinding. Ik ben blij. Ik maak jou rijk en een beroemde man. Ik ben niet blij. Kap lang jou. De Orient Express, dat is de uitvinding op het spoor. 3 dagen de tijd voor de uitvinding van mijn lief. Zou dat wel genoeg zijn? Natuurlijk is dat genoeg, Dominique. Het gaat je gewoon lukken. Ik zou zeggen, een Constantinopel. Ik wou zeggen, Constantinopel. Ik kom eraan. Inspiratie, kom tot mij!
weet ik van de sultan. De sultan is rijk, de sultan is machtig en hij wil zijn rijkdom en macht natuurlijk laten zien. Dus hoe gaat hij naartoe? Wacht eens even, ja, hij heeft een tulband, maar die is gewoon van wit saai stof. Wat nou, als ik een tulband voor hem maak van niet gewoon wit stof, maar van... Maar deze kan ik toch niet zien. Ja! Oh, dat is weer onanders, van goud, een hele grote lap goud en daaroverheen een lap robijnen en daaroverheen een lap diamanten en dan heb ik een hele grote zware tulband van sultan waar al was is en die is dan zo zwaar dat er een hijskraan aan te pas moet komen om hem op te tillen en dan wordt hij zo boven het hoofd van de sultan gehezen en dan laat hij hem los. Want misschien maakt niet uit. Je bent goed bezig met niet. Thank you.
naar mijn uitvinding. Of ik geen tipje van de sluier op kon lichten, vertelde de bediende. Van de bediende van de bediende van zijn bediende. Nou ja, nou, ik verklap niets. Nee, mijn lippen zijn stijf op elkaar. Ik zeg niks, nee, komt geen geluid uit mijn mond. Nee, wat ik wel kan zeggen is, het is doeltreffend. Ja, vernieuwend, ja, het is je bent nog niet, ja, hier. Dat ik eerder op zoek. Dit is wat ik heb hier. Een stapel nutteloze papieren, dat is wat ik heb. Oh ja. En dit. Een aardappel. Maurice de conducteur kwam naar me toe en zei: Madame, ik zie dat u het nogal zwaar heeft, dus nou ja, als u wilt mag u wel mijn uitvinding gebruiken. Ik ben namelijk uitvinder van het aardappelcommunicatiesysteem. Ja, als er niet genoeg boodschappen zijn in de Orient Express, dan maak ik een boodschappenlijstje. Dan bind ik om de aardappel heen en dan bij een passerend station gooi ik de aardappels op dat perron. En daar wordt die aardappel opgeraapt, daar is het briefje wel gelezen en dan per telegram doorgestuurd naar het station waar de Orient Express wel stopt. En eraan gekomen maak ik de deur open en wat staat daar voor mijn neus? De boodschap. Bijvoorbeeld 5 kilo aardappelen. Ja, slim hè? Het aardappelcommunicatiesysteem. Het aardappelcommunicatiesysteem. Ten eerste, rondvliegende aardappels op het perron. Levensgevaarlijk. Ten tweede, wat moet een sultan met een aardappel? Dat is Albertje. En ten derde, het is niet mijn uitvinding. Maurice heeft het misgebruikt. Ik heb helemaal niets. Inspiratie. Nou, niks inspiratie. Nare inspiratie. Noppers. Maar morgen kom ik dus aan in Constantinopel en dan moet ik naar het paleis van de sultan. Dan sta ik voor zijn neus. Je weet allemaal wat ik dan moet gaan zeggen. Hè? Dat ik geen uitvinding heb. En je weet nog wel wat daar het gevolg van is, toch?
troon zat Sultan Tren de Grote. Hij stond op. Hij kwam naar mij toe gelopen. Heel langzaam. Oh, toch wat sneller. Hij liep langs me heen. Met zijn neus in de lucht. Draaide zich om. En zei toen iets onverstaanbaars in het Turks. Vrij lacherig. Iets onbegrijpbaar in het Turks. Het was een vrij lacherige taal, dames en heren, dat moet u weten. Maar wat hij eigenlijk bedoelde was: mijn paleis is jouw paleis. Ja, want ik had een papier bij elkaar geraapt. Ze was vaak zo voor de voeten van een sultan gesmeten. En toen heeft hij mij beloond. Met zoveel goud, dames en heren, het hele paleis applaudisseerde voor de grote sultan. En wat heeft hij zijn woord gehouden? Zoveel goud, dames en heren. Oh. En wat ik met dit goud ga doen, nou, dat weet ik nog niet, maar dat ga ik nu uitvinden. Dominique Nietzsche-Bolle, groet u, de uitvinder van... De paperclip. De paperclip, ja! Dat is toch?